Met Laurens en leuk en zo, weet je. Ja, we gaan beginnen. We gaan er gelijk in. Ik ga niet eens even. Ik heb alles al een beetje klaargezet. Normaal wacht ik even muziekje aan. Maar we gaan weer verder. We gaan vandaag niet zo lang streamen, want Laurens heeft nog iets te doen zometeen. Maar ik ga vanavond waarschijnlijk nog wel even live. Gewoon even gezellig. Ja, dat is het eigenlijk gewoon. Nou, laten we er gelijk in springen, weet je. Yo. Yo. Zijn we dan? Even gelijk een muziekje aan, lekker zacht zetten. Zo, hop. Zo. Ja man, zijn we weer. Zijn we weer. Ik denk dat we het beste gewoon even huis een beetje kunnen inrichten. Ja, ik even kijken, want het huis was verder gewoon, ja, het was bijna af, zeg maar, alleen nog een paar details en zo. Oh ja. Ja man. Even kijken, want, oh. Hoe kan dit het beste gebeuren? Even kijken. Hé, hey, Lalekert. Alleen een Malone. Wat? Malone? Post Malone. Hallo daar. Oh shit, mijn geluid staat nog aan van mijn telefoon. Even snel uitzetten. Ja. Oh. Top. Moet je heel eerlijk zeggen, volgens mij is de laatste keer dat ik Minecraft heb gespeeld, echt de laatste Noordwest-stream. Oké, okay, ja, ik denk bij mij niet. Ik heb gisteren nog gespeeld. Nee, het worden verringsdingen. Ja, ja, ik word nu wel echt boos daar, gast. Wat iedereen dan? Zit mij tegen te werken. Ze willen een hele server reset doen, zeg maar, qua lore en zo. Ik ben net bezig met iets te overnemen. Echt, mijn eerste ding ben ik nu aan het overnemen. En ze zeggen, nee, we gaan alles resetten. Dus ook waar jij nu mee bezig bent. Al je progress weg. Wat een naaizakken, jongen. Ja, echt, hè? Omdat ik nu goed ga ook. Omdat ik nu een beetje OP aan het worden ben. En ik zeg van, ja, maar jullie hebben ook gewoon de tijd gehad om dat te doen, hoor. Ja. Zijn zelfs die Peppy Noodles, hè? Die zegt dat het unfair is tegen andere players. Nee, deze guy is de server owner. Ja. Deze guy zit er langer op dan ik. Dus, ja. Dikke bullshit gewoon. En nu zeggen ze ook van, ja. We gaan een reset doen, dus je moet helemaal opnieuw gaan marcheren. Je leger moet weer opnieuw getraind worden. Ik zeg, nee, zo gaan we het niet doen, pik. En, nee, precies. Omdat mensen horen dat er een reset komt, dus ook een reset van fucking ding dat ik aan het conqueren ben, denken mensen, nou, dan gaan we daar eens even met 5 man zitten, zodat die guy in zijn eentje niks kan doen. Ah, wat bullshit, jongen. Terwijl ik dat stuk al 3/4 heb geconquered. Conquer. Dus ik ben echt ziek boos op die mensen allemaal. Ja, snap ik wel. Ja, toch? Gewoon dikke kut, sorry. Oh ja, en? Ze zeggen? Ja, de kolonies die je hebt gemaakt? Nee, die tellen niet meer. Die moet je inleveren. Daar moet je geld voor betalen om die terug te krijgen. What the fuck, jongen? Ja man, dat is reset. En ik zeg, nou jongens, ik denk dat het einde is voor mij op de server. Nou, ja. Dat is wel jammer, maar ja. Ja, ze doen het gewoon echt naaiend. Ik ga net een keer goed en dan zeggen ze, nee. Fuck jou, weet je. Ja. Ja, fucking kut. Wat wou ik nou doen? Dat weet ik niet. Ja, ik ga denk gewoon een beetje met een beetje limited spullen ga ik gewoon, want we hebben toch heel veel. Ja, ik drop het gewoon allemaal een beetje random in deze kisten. Fuck die, weet je. Gewoon een beetje met slechte spullen, een zwaardje, een boogje, weet je. Ga ik de nether in. Maar doe anders even slapen. Doe even slaap. Ja, heb ik nog iets van eten? Ik heb net mushroom stews in de kist gedaan, dat weet ik wel. Nou, even die rammutten maar. Nog meer rammutten. Ja, hier zijn die mushroom stews, die neem ik ook wel mee.
hier zitten ook nog vleesjes in. Dus, hoe was het gisteren bij die mensen allemaal? Ja, best leuk. Lekker weer waren eerst nog even een wet overtreden. Ja, een beetje wel. Nee, maar, nee. Je mag niet na 9 uur bij iemand zijn, dus ja, maar je hebt het flink overtreden. Jawel, je mag alleen 9 uur niet op straat zijn. Ja, maar officieel, met hoeveel zat je daar? Volgens mij 4 man. Ja, en dan een zusje dan. Maar, dat mag niet. Dat weet ik. Alleen, we maken het niet echt gek, zeg maar. Ja. Met 10 man of zo. Ja. Moet je zelf weten, hè? Ik ga gewoon die golden swords. What the fuck is dat? Een mending wapen, ja. Een fucking golden sword. Die ga ik even unenchanten. Ja, die golden swords zijn allebei geunenchant. Heb ik weer een beetje XP erbij. Ik heb iron nodig. Mijn zwaard is bijna op. Nog 2 durability, ja man. Oh, ik heb een goed idee. Oké. In het huis komt een zolder. Sick. Oké, pickaxe. En een zwaardje. Ik denk dat deze snel. Waar is de enchantment table heen? Welke? Welke denk je? Oh, die ene. Nee, maar hoe heet het? Zat die niet gewoon in de kist? Nee, die heb ik volgens mij de vorige keer boven neergezet. Oh, dan weet ik het eigenlijk niet. Ja, die heb ik boven neergezet in het huis. Denk ik. Ik heb er niet gekeken, maar ik ga gewoon naar daarin. Blokken zijn ook wel handig. Als ik er naar daarin ga. Op zich. Stekkie kobbel is wel genoeg, denk ik. Wacht, ik ga trouwens sowieso die blokken weghalen, dus boeit niet met welke haal ik daar wou. Zo. Zo. Ja, hoor je dat? Jij weet toch zo'n goede edit-programmaatje? Ja. Kan ik die ook krijgen? Fuck. Ik denk dat wel kan. Dat is zeg maar een van de beste. Nou, dan wil ik die. Daar zeg ik geen nee tegen. Ja, weet je. Een van de beste editprogramma's. En ik wil misschien ook wel een beetje YouTube gaan doen. Gewoon 1 keer in de week. Dat ik gewoon een aantal video's op een dag maak. En dan gewoon 1 keer in de week. Zodat ik een paar weken niet hoef te maken. Nou, ja, precies. Fuck! Oh, dan komt die dikke eer even weer, jongen. Fuck is er gebeurd? Yo, ik hoor je niet meer, hè? Dat kan. Ik hoor je echt als blokken. Je bent zeg maar de pixel ja, alleen dan niet de ja. Ja, je kan proberen wat je wil, maar je bent nog steeds pixelated. Wacht. Yo. Yo. Oh, oké, dan hoor ik je weer niet pixelated. Ik denk dat het gewoon aan Discord ligt, man. Ja, kan best. Maar ja, het is Discord, wat verwacht je? Ja, op zich. Oké, ik ben mijn full iron gear kwijt. Oh ja, dat is dan nog niet zo erg. Nee, klopt, we hebben echt stacks aan iron. Nou. Daarom ga ik ook gewoon met iron gear erin, want ja. Nou. Zo. Bamboo. Ja man, dit wordt een leuke zolder. Een leuke zolder? Een hele leuke zolder. Wordt het een kinky zolder? Het is maar wat jij ervan maakt. Ja, ik maak er een kinky zolder van. Nu ben ik wel al mijn levels weer kwijt. Helemaal kut. Oh. Nou, zo komen we ook van die kobbel af.
Ja, ik ben mijn, ja, ik ga niet helemaal op zoek naar fucking iron gear met een beetje voedsel. Snap ik. Het was ook allemaal niet unenchanted, weet je. Maar misschien kan ik het hier wel vinden. Want hier staan allemaal blokken die ik heb gebouwd. En zo. Oh, ik zie daar maar zijn graf liggen. Nou ja, weet je, ik pak het gewoon mee. Heb ik de levels ook weer terug? Oh ja, mijn shield heb ik weer terug. Dat was er nog wel. Nice. Mijn boog. Jeez. Nu heb ik 3 zwaarden mee. De. En 2 setjes gear. Ik wil eigenlijk gewoon 1 ding vinden. That's it. Ik viel bijna in de lava. Fuck up, Blaze. Schiet. Oh, deze vorm is zo cursed. Fuck dit, ik doe gewoon dat. Oh. Ja. Oké, die blazers droppen ook niks. Fuck Adrari. Enge MLG water bucket. Nee! Die fucking teringleier gooit me in de fucking lava. Beter. Zeg maar, ik heb het gevoel dat je een nummer 2 moet, maar je hebt helemaal geen zin om een nummer 2 te gaan. Ja. Ja. Die heb ik nu. Burn to death. Oké, ik weet het, goed gemaakt, we gaan daar niet heen. We hebben echt fucking veel enchanted gear daarvoor nodig, gast. Hoe overleef je de nether? Stap 1, ga niet naar de nether. Ja, precies. Oké, wat moet ik doen, gast? Ik weet niet wat ik moet doen. Ja, ik ben even een paar spruisbomen aan het hakken. Oh, kut. Ja, maar gast, we hebben fucking veel hout. Nee, dat is allemaal op. Ik zie hier nog gewoon... Oh, spruis is op, ja. Ik denk al, we hebben nog fucking veel dark oak. Wacht, van die teringgrote boom is het op. Ja, alles is gewoon op. Maar als je ook even kijkt hoe het huis eruit ziet. Hoe groot. Okay, hoeveel heb je nodig? Want dan ga ik gewoon naar zo'n boom toe. Ja, echt wel genoeg. Ik wil een paar stacks aan logs, denk ik nog. Oké, ik maak wel even een bijltje. Dan moet je zo'n dikke bombaboom moet je ommaken. Ja, daar ga ik nu ook heen. 1, 2, 3. Bombad. Oh. Fuck. Krijg je maar 1 stok van als je bamboe omzet naar... Yo, ik ga on my way. Yo. Waar waren die, die bombad? Oh, volgens mij zie ik ze al. Waar zijn de tante grote bomen? Van Peter de bomen. Wat? Oh, wat is restoration? Dat je een sapling plant. Ik heb nog nooit een sapling geplant in deze wereld. Ik heb volgens mij alleen jou geholpen met twerken. Op zich. Twerking trees, man. Ja, dat is goed. Ja, worden we blij van. Daar hebben we tenminste wat aan. Ja, precies. Waar waren die bomen ook alweer? Waarom heb ik het deuntje van Manhunt in mijn hoofd? Dat spanningsdeuntje, zeg maar. Oh, die! Ja. Wacht, wat is... Die. Hier staat er eentje. Oh, trigger grave is dat je je grave een beetje oproept, zeg maar, dat je, waar die was. Roep mijn graf op. Roep de dood! Het klinkt echt een beetje als dat Minecraft muziekje die ik nu op heb. Gaat wel een beetje zacht, man. Ja, dat is ook de bedoeling. Moet ik dan zo praten of zo? Zo. Oh, dat is nooit genoeg. Talking intensifies. Fuck, schapen.
Oké, ja, ik heb de big, big bombat trees gevonden. Ik was vergeten dat ze zo groot waren. Ik denk dat ik wel 500 stacks krijg of zo. Oh. Okay, ja, een hele inventory. Zo meteen komt er waarschijnlijk flinke lag, want ik ga nu naar die bomen toe, zeg maar. Test. Ja, er is nu wel best wel wat lag. Waarom deed je die... Waarom was er ineens zo'n lag spike? Ja, om die boom. Ik heb nog geen boom gehakt. Maar je rent... Ja, hoe heet het? Je bent ook al... Oké. Ga maar even stilstaan, want dit wordt heftig. Oh. Ja, maar die eerste barks, die doen het nog niet, hè? Nee, kijk, dat is een bark. Je moet echt die logs hebben, zeg maar. Log! Wacht, als ik nou een beetje hoger op die boom ga staan of zo, weet ik veel. Moet ik gewoon echt in de boom gaan hakken? Nee, je moet gewoon... Je hebt eerst allemaal tree bark, maar daarna heb je wel gewoon logs. Ja, ik ben nu bij de logs. Oké. Okay. Volgens mij... Ja. Wat? Het lijkt volgens mij wel. Ja. Ja, ik denk dat ik de goede heb gepakt. Oké. Okay. Oh, deze boom. Holy shit. Wacht even kijken of dit er goed uitziet. Oké. Okay. Ja, dit is veel. Ja, man. Veel. Dit is echt veel. Ik heb allemaal saplings hier ook. Thomas de sapling. Saplings. Oké, maar hij heeft niet de hele boom omgehakt. Ja, maar ja, boeien. Ja, nu staat er echt zo'n huisje aan een boom. Oh. Oké, hier liggen nog... Maar dat zijn denk ik gewoon de dingen die niet als boom tellen. Gewoon die bark, wat je net zei. Nou. Jezus, mijn inventory gaat helemaal vol. Oké, ik denk dat we het huis hier wel mee af kunnen maken. No! Okay, als je mijn inventory kon zien, jongen. Ik denk dat ik gewoon van die saplings ook weg moet gooien, want ja. Ja, ik moet zeker. Jezus. Gooi even deze stack aan saplings weg. Nog een stack aan saplings weg. Ja, die boom heeft veel hout opgeleverd. Waarom is dit zo niet symmetrisch? Asymmetrisch noem je dat. Oh, niet trigger creepy. Dus had je nog hout nodig of zo? Op zich. Waarom is dit zo cursed? Als we ooit nog. Spruisbomen moeten hebben. Ik heb een stack aan saplings meegenomen. Ah, yes. Waar ben je? Op het dak. Ja, hoe kom ik daar? Weet ik veel. Hoe ben jij er gekomen? Waterbucket. Motherbucket. Waterbucket. Motherbucket. Motherbucket. Nee, motherbucket. Butterbucket. Hey. Ik heb een beetje logs voor je. Ja, doe er. Ja, dat is genoeg, dat is genoeg, dat is genoeg. Dat is genoeg, dat zweer ik, dat is genoeg. Is dat genoeg? Ik heb nog wel wat meer hoor. Oh nee, hoeft niet hoor. Jezus, die bomen jongen. En mijn axe heeft ook gewoon nog gewoon, ja, casual 207 durability. Kijk, 1, 2. Ja, dat is prima zo. Deze zombie killde hem ook gewoon bijna. Ik denk dat we even... ja, hebben we nog wat hout nodig of zo? Beetje spruce? Goede vraag. Ik heb in de middelste boven chest heb ik alle... de bovenste middelste chest heb ik allemaal spruce logs. Dus echt... twee rijen vol. Oh, gast. Ja, en dan niet eens... Ja, ik denk dat er bijna twee rijen vol aan logs zijn, want je hebt ook nog gewoon spruce wood en dat zijn die unlocked, ja, die rare logs, weet je wel, die je kunt maken. Hebben we nog vlees?
Ja, ik heb mijn vlees nog wel in de oven, je mag wel wat pakken. Waar heb je dan? Ik zit hier echt alle ovens af te gaan, ik zie niks. Onderste rechts, rechtsonder, ja. Nope. Ja, ik heb 7 gevonden. Oké, ik ga even een aantal pickaxes maken en die level 1 enchanten. T3, 6 en T3 voor de bucket. Ja. Ik hoor een zombie en een skeleton doodgaan. Sick. Wat moet ik met die informatie? Geen idee. Climbing the ranks. De ranks. Beklim de ranken. Beklim de rangen. Ja. Dun. Ken je het Minecraft liedje? Nee. Oké, wat vind je het beste spel die je ooit hebt gespeeld? Ja. Ik weet niet. Ik denk toch Minecraft, omdat ik daar al zo fucking veel herinneringen mee heb. Ik heb daar zo fucking veel momenten al mee gemaakt. Ja, ik speel het ook al bijna. Ik speel... Nee, ja. Godverdomme. Ja, ik vertel wel. Ik speel al sinds beta 1.8 op de Xbox 360. Zeg maar, de demo van Minecraft op de Xbox 360. Ja. Dat was in 2010 of 11 of zo. Laurens. Want in 2009 kreeg ik mijn Xbox. Laurens, ik zit nu te denken. Ik heb helemaal niet Minecraft voor het eerst gespeeld, die demo van Pocket Edition. Ik heb ooit een keer de demo van Minecraft in 2009 met mijn zus gespeeld. Ik maak geen grap. Niet. Ik maak geen grap. Wat dan? Die kon je toen nog spelen of zo? Dat was echt zo op zo'n. Die demo in 2009 of zo. Want in 2009 kwam je uit, zeg maar. Mm-hmm. Maar toen was er ook nog een demo of zo. En die heb ik samen met mijn zus gespeeld. Want wij deden altijd van, ja, weet je wel, Bob de Slak en zo. Ja, ja. Ja, en toen zag ik een keer, ergens gewoon onder spelletjes.nl, zeg maar. Ja, niet op spelletjes. Nee. Het was geen fake Minecraft. Want, echte. Ja. Ik zocht gewoon spelletjes.nl op. En onder de site spelletjes.nl stond ineens Minecraft. En ja. Ik heb dat samen met mijn zus gespeeld. Oh, trak. Dus het is, ja, ik denk dat ik... Ik heb het gevoel dat ik gewoon... Ik voel het aan mijn water. Nee, maar... Die vergat ik helemaal. En die zit ik net zo van... Wacht, dat heb ik al toen gespeeld. Weet je wel? Ja, man, wat de fuck. Ja, maar dat was dan natuurlijk niet serieus. Ik wist ook niet... Ik denk dat als je aan mij vroeg van... Ja, welke spellen heb je gespeeld? Dat ik niet eens Minecraft zou zeggen. Want het viel, ja... Het was toen nog, zeg maar, heel kut. Ja. Het was echt, het zag er niet uit. Je zat nog op zo'n blok, weet je wel. Ja. Op zo'n... Ja, echt zo'n één chunk, weet je wel. Kon je een beetje bouwen. Die Minecraft... Nou, ik heb niet direct die gespeeld. Mm-hmm. Maar ik heb wel, weet het. Wat ik zeggen? Oh ja, op die PC had je eerst zo'n notch launcher, weet je wel. Die niet die allereerste launcher, of ja... Niet die, echt die eerste, maar zeg maar die vrijwel nieuwe eerste. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Ja, ik heb geen idee wat je bedoelt. Nou, een beetje zo'n grijze launcher waar ook nog de Elder Scrolls en zo op stonden. Of Elder Scrolls. Scrolls heette dat spel van hun. Ja. Ja, nou, die launcher. Daar heb ik nog op gespeeld. En dat was denk ik wel echt een fucking goede launcher. Weet maar, je nog, in 1.8. Dat je die oude Minecraft launcher had, die er zo tering lelijk uitzag. Ja, die bedoel ik. Ja. Dat 1.8 is de laatste update die het had, toch? Of 1.9? Nee, 1.9 kreeg ik volgens mij al die nieuwe. Ja. Maar ik weet niet, ja. Maar toen ben ik ook nog wel, toen ik het spel net had, zeg maar. En dat was ergens 2000... Of ja, mijn alt account had ik in 2010 volgens mij. Want toen hebben we datzelfde jaar, hebben we zowel op Xbox als op PC gehaald. Dat weet ik nog goed. Ja, precies.
Nee, maar ik tel die ene keer Minecraft demo niet echt mee met mijn Minecraft periode. Want het was gewoon één keer even leuk, weet je wel. Ja, precies, maar snap ik. Joch, maar ja, dat is wel gewoon de eerste keer dat ik met Minecraft in aanraking kwam. Ja. Toen kon je nog niet eens F5 doen, volgens mij. Ja, maar dat vind ik ook niet echt een gamebreaking iets of zo. Nee, maar dat is zeg maar gewoon dat je nog geen echte skin had. Dat je volgens mij niet eens Steve had. Gewoon Steve. Ja, ik weet het niet eens. Volgens mij kon je niet eens je hand zien. Ik weet het niet. Nee, maar ik denk dat de eerste keer dat ik echt Minecraft speelde, dat het bij oma op de iPad was. Oh. En dan die oude, die demo, weet je wel. Van Pocket Edition, de demo. Ik denk dat de eerste keer dat ik echt veel Minecraft begon te spelen was. Dat kan nog wel eens gewoon echt in 2013 of 12 zijn of zo. Nee. Ja. En mijn hardcore... Ik denk dat de tijden waren die ik echt het meeste Minecraft speelde, was echt 1.8. Ik het echt... Nee, mijn 1.4, gast. Toen was ik echt aan het grinden gewoon. Ja, bij mij was het wel gewoon 1.8. Maar qua servers bedoel ik, zeg maar. Toen was ik echt zo in Hypixel en al die dingen, minigames, met Guus en met Thomas. Holy shit. Ja, man. En het minste denk ik in 1.19 en 11 dat ik echt niet zo veel heb gespeeld. Ik weet niet. Ik heb 1.4. Blijft altijd goud voor mij, jongen. Ik zweer, want dat hadden we vroeger. Want mijn broer die zei toen opeens van... Oh, ik heb een nieuw spel, dit en dat. En de eerste server waarop wij zaten, dat was... De allereerste versie van Nethercraft. En dat was zo'n... Ik kan het me nog zo goed herinneren. Er waren altijd van die loot drops en zo, weet je wel. Van die drop parties heette dat toen. Ik weet niet of dat er nou nog steeds is. Ik weet het niet. Servers van vroeger... Ja, servers van vroeger waren gewoon 10 keer beter dan servers van nu. Niet qua features of zo. Maar gewoon, een server was toen letterlijk voor een paar mensen. En iedereen kende elkaar gewoon. Nee, maar oprecht, hè. Ik weet nog wel, toen... CubeCraft nog die oude Skywars map had. Echt, dus die oude Skywars borden, weet je wel. Dat ze gewoon alleen een bord hadden. Niet eens een huisje met een bord, gewoon een bord. Ja. Ja, en dat je echt 5 maps had of zo. En dat je gewoon mensen begon te kennen, weet je wel. Gewoon, ik weet nog wel, één iemand en die heette SpongeBob 566. SpongeBob 566 was dat. En wij begonnen uiteindelijk gewoon die... Toen kwam er, zeg maar, Team Skywars. En dat waren wij met z'n tweeën echt aan het grinden. Ik weet nog steeds niet hoe die in het echt heette. Het was gewoon altijd... Yo, Sponge, weet je wel? Nee. Oei, gast. Als je deze nog kent, dan ben je echt een legend. Of ja, misschien... Ik weet niet of je hem kent, maar... Cookie 6, man. Ja, die heb je wel eens van verteld, ja. Oh. Ja, Minecraft vibes, gewoon. Ik heb zelfs de journal van jou daarvan gezien. Ja. Mijn dagboek, daar staat zelfs Cookie 6 in. Ja, die mijn journal, gast. Ja. Ja, man. En zo zijn we 10 jaar verder. Ja, iets minder, maar... En zo ben ik 12 jaar verder dat ik voor het eerst Minecraft heb gespeeld. Ik was 5 toen ik Minecraft speelde voor het eerst. Besef! Hallo? Ja, mijn broer die had toen Dylan. Dat was toen iemand die bij hem in de klas had. Daar had hij zeg maar Minecraft van. Zo van, ja, zo'n spel moet je spelen, Dinda. Mm-hmm. Dus ja, als ik zo terugkijk, Dylan... Oh, Dylan was wel gewoon een beetje een stinkzak, zeg maar. Ja. Maar hij heeft ons wel geholpen. Dat is gewoon wat het is. Maar hij heeft ons wel geholpen met een fucking goed spel, dus... Ja. Weet je door wie ik Minecraft officieel heb gekocht? Voor de tweede keer. No. Door Guus Peters. Ah. Ja, ik weet nog toen je erbij zat, toen jij Minecraft had gekocht en dat was een 1.8 nog wat is of zo. 1.8. En toen had je nog tegen mij gezegd, toen je het net had gekocht, ja, ik speel nu sinds 1.8. Maar toen had je hem ook maar net voor de tweede keer, zeg maar. Ja. Oh ja, toen zei ik nu sinds 1.8, maar ik had, ja... Ja, ik zei toen ook van, ja, ik speel sinds dat en dat, ik heb heel veel gespeeld op dat. En jij zei van, ja, ik speel sinds 1.8, hè. Ja.
1.8.1 ja. Of zo. Of 1.8 gewoon. Nee, 1.8 gewoon. Nee, niet 1.8 gewoon. Ik heb geen idee. 8.2 of zo. Ja, zoiets. Wel de early 1.8. 1.8 heeft lang bestaan, gast. Maar 1.8 wordt ook nog steeds het meeste gespeeld. Een van de meeste keren. Snap ik wel. Ja, logisch. Het is denk ik wel een van de bekendste minigame updates. Ja. 1.8 wordt echt als minigame update. Ja, voor echt die servers nu gebruikt. Competitive, gewoon competitive update. Ja, ja, man. En je hebt zelfs nog servers die op 1.7 runnen, maar die runnen zo slecht. Nou, het valt best wel mee. Minecraft, ik weet niet of je die nog kent, die Amerikaanse server. Ja. Die heeft ook een of andere gekke refurbished server nu. Is nooit wat het geweest is natuurlijk, want toen had je gewoon survival plots. Dat was echt het beste van die hele server. Mm-hmm. En, hoe heet het? Ja, dat was ook gewoon één dikke community, jongen. En die runt volgens mij nog steeds gewoon op 1.6 zelfs. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, je hebt wel dat je terug kunt naar die updates en zo. Want volgens mij kun je... Kun je Cubecraft, kun je Hypixel terug? Volgens mij tot en met 1.7, maar ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik zou zelf niet echt minigames spelen op 1.7. Eerlijk, nee, ja, 1.8 is best logisch dat je daarop speelt, maar... Ja, het is de nieuwste fighting update, zeg maar, dat je gewoon kon spammen. Ja, en je kan wel zeggen van, ja, 1.16 heeft zo'n compatibility dat je alsnog kan spammen. Ja, maar weet je hebt ook emulators van Pokémon games en zo, maar die werken nooit zo goed als de echte games. Nee, klopt. Weet je, dat is precies hetzelfde. Weet je wat het is? Ik heb een keer die Pokémon emulators, daar heb ik best wel een tijd mee gehad dat ik die veel speelde. Mm-hmm. Dat wil ik misschien ook wel een keer voor stream doen, zeg maar, want ik heb het nog wel gewoon. Ja. Wil ik er wel een draai aan geven, gewoon iets van een beetje modden. Weet je wat het was? Dan kun je bovenin iets aanzetten dat je ziet op hoeveel procent je runt. Emulators kunnen niet op 100% runnen. Bij mij runde die altijd op 99%. Er is geen mogelijkheid dat hij op 100 springt. Oh ja, ik heb niet zo heel veel emulator gespeeld. Alleen Tetris. Ja. Ja, maar dat Tetris is het ding... Tetris heb ik ook zoveel gegrind. Holy shit. Ja, maar dat is het ding met emulators. Ze kunnen niet zo goed runnen als de echte... Het nee, is maar gewoon... dat is nooit. Het is gewoon een PC die het runt nu gewoon, weet je wel? Mm-hmm. Nee, maar zeg maar, een PC is niet gemaakt om zo'n... om dat systeem te runnen, zeg maar. Nee. Zo'n DS bijvoorbeeld, die is gemaakt om DS-spellen en DS-applicaties te runnen. Een PC is, zeg maar, een soort buitenlander voor de DS. Ja. Klopt. Fucking creeper! Oh man. Moet ik even maken altijd, die oh man. Man, oh creeper. Oh chill, ik was toortjes vergeten en hier zit gewoon hout in de cave. Oh mooi. Zeker. Zo. Zo chill die caves, jongen. Fucka. Oh, ik gebruik ook gewoon mijn axe als een zwaard, zeg maar. Nee. Er zijn toch kevenbomen, die hoef ik niet helemaal... Oké, hier ben ik dus al geweest. Ja man, dat is echt... Minecraft is echt een topgame. Echt goud, jongen. Zo hij verdient het ook gewoon om op de nummer 1 te staan. Ja, snap. Ja, ik ook. Heb jij de nieuwe Fortnite update gezien? Ik heb er wel van gehoord dat er een nieuw seizoen was. Holy shit. Het is zo leuk. Leuk? Ja. Ik heb het gisteren met Ruben gedaan. We hadden first potje win, weet je wel. Ja, is goeie. Maar. Oh. Ze hebben echt iets gedaan. En ik dacht echt van, wat? Je herkent Fortnite niet meer terug? Het ja, ik zag wel dat... Art style. Maar je hebt dieren erin. Dan kun je gewoon met Bo zit erin. Je kunt wapens upgraden en zo. Je kunt er echt. Ja, maar dat was al. Nee, maar nu kun je met bones upgraden. Oh, what the fuck? Ja, dieren, bones. Dan kun je primal rifle of zo upgraden naar een primal rifle. Oh, what the fuck? Blauw. Kijk, je kunt giftpijlen. Je kunt bompijlen. Je kunt echt. Oh ja. Je kunt vuurpijlen en zo. Echt fucking veel.
Maar weet je, kijk, Fortnite is echt wel een leuk spel. Ik haat gewoon de community die eromheen zit. Ja, mee eens. Maar ze hebben het echt goed gedaan nu. Deze update goed is zo... Goed gedaan. Alleen de Battle Pass is nu wel kut. Maar het spel in zichzelf is wel gewoon leuk. Nu. Nou, mooi. Ik was echt verbaasd toen ik het zag. Ik weet niet of ik het dan alsnog zou gaan spelen. Alleen, ja... Het lijkt me in ieder geval minder kut dan voorheen, zeg maar. Ja, is het ook. Ik vind gewoon, Fortnite is gewoon veel te uitgebreid geworden. En er zijn zoveel tryhards. Ik vind, het is gewoon niet meer leuk. Het is gewoon niet meer... Nee. Ja, ik weet het. De gameplay is niet wat het geweest is. Gewoon die simplistic. Tuurlijk, vroeger waren er ook mensen tryhard. Ik was zelf ook tryhard. Ik bedoel, ik ben niet voor niets 2 seizoenen level 100 geworden. En 3 seizoenen level 80 plus. Maar, ja... Ja, ik ben vorig seizoen ook gewoon level 100 geweest, maar dat kwam gewoon puur omdat ik die skin wou maxen. Ja, tier 100 of level 100? Tier en level, dat gaat nu samen. Hè? Gaat dat samen? Ja, een tier is een level. Ja, dikke bullshit. Jongen. Ja. Maar, oh nee, trouwens, vorig seizoen level 100, dat is niet zo heel speciaal. Want die XP is toch allemaal genervd. Ja, maar ze hebben het wel op een andere manier. Het is nog steeds gewoon een beetje hetzelfde qua alles. Maar het is gewoon... Het lijkt anders. Maar er is gewoon, ja... Omdat de tiers en de levels nu samen gaan, is er... Ja, ik ga die helemaal uitleggen. Het is allemaal gewoon kut om uit te leggen. Nee, maar dit... ik zag ook toen... Ja, ik heb natuurlijk wel Fortnite gespeeld in chapter 2. Alleen, ik zag toen ook mensen van level 260 of zo. En toen dacht ik ook van, hè, wat de fuck, weet je wel. Ja, dat weet ik. En ik zag Matthew. Ken je Matthew? Kutjong, weet je? Nee. Nou, hij zat bij ons op school op Elsendal, Gennep. Was daar irritante jong. Die kwam toen halverwege een keer in de tweede bij ons erbij. Geen idee, beetje, man. Ja, een beetje ronder. Een beetje gezelliger. ja, hij heeft 70 tiers gekocht. Oh, dat is niet Bo, toch? Nee, maar hij Camping is... 05? Nee. Hij heeft 70 tiers gewoon gekocht, casual. What the fuck? Ja, ik... Wat heb je er dan nog aan? Ja, het precies. Het is toch juist de bedoeling dat je die unlockt? Ja. Oh ja, nieuwe Battle Pass is Lara Croft. Me on my way buying the Battle Pass. That's impossible. Holy fucking shit, fucking. Lara Croft, jongen, kijk. Ik ben niet echt van cartoon of zo. Maar als ik toch voor één cartoon, of ja, hoe heet het cartoon? Als ik toch voor één geanimeerd persoon moet simpen, dan is het fucking Lara Croft. Holy shit, jongen. En ik ben er geweest. Ze hebben zo'n beginstory en dan verander je, zeg maar, elke keer in andere dingen. Of in andere mensjes van de Battle Pass. Oh ja. En ja, er zat Lara Croft ook bij en ik dacht... Wacht, dit is Lara Croft, weet je wel? Je kon het niet zo goed zien, want het is van achter. Als je de Tomb Raider spellen hebt gespeeld... Nou jongen, nee, ik zweer. Maar ik zag die tieten, ik dacht... Ja. Wat is dit? Zo akkoord. Ik dacht... Ja, want je ziet er van achter, zeg maar. En dan denk je... Ja, maar nou, de achterkant, ik weet niet hoe die Fortnite poppetjes opgebouwd zijn, maar als je de Tomb Raider spellen hebt gespeeld, dan denk je ook van, nou, daar zou ik wel een beschuitje mee willen eten. Die zou ik wel in VR willen spelen, zeg maar. gewoon ineens, Hentai Croft. Hey, wil je mijn Tomb Raider? Gaat het ook weer over, jongen. Ja. Nee, ja. Nee, maar hoe heet het? Het is het nadert de halve tijd. Het nadert 3:30. Oh, maar nu begint het juist goed te worden, gast. Ik weet het. Alleen, anders... Ik weet gewoon dat ik in tijdnood kom, want ik moet nog steeds een nummer 2. En ik moet nu ook op de nummer 2, gast. Ja, precies die. Maar ik zit nu ook echt in zo'n huge cave. Dus het is echt zo'n cliffhanger waar ik nu zit. Letterlijk. Hey. Ik zit ook in zo'n cliffplek. Ja, nee, maar dan doen we de cliff hangen en dan bewaren die gewoon voor morgen. Maar ja, anders kom ik echt in tijdnood, man. Ja, geen smoesjes. Wacht, even deze skeleton killen. Het is zeker geen smoesje.
Nee, ja, is goed. Nou, dan, dan sluit ik de stream even af. Doen we het gewoon samen of zo. Nou, ja. Bedankt voor het kijken, iedereen. Bedankt voor het kijken. Weet je wel? Bedankt. Nee. Ja, het was weer gezellig. We hebben weer gelachen. We hebben niet gehuild. Er zijn weer... Van binnen is er wel gehuild. Ja. Dus eigenlijk best wel om te lachen. Ja, is ook eigenlijk best wel om te janken. Maar ja, weet je. Maar ja. En, ja man. Nee, maar het was me genoegen. En ik zie jullie de volgende stream. En Jullie zien Spooky de volgende stream. En jullie zien ons de volgende stream. En de volgende stream ziet ons weer. Yes. Ik ga vanavond nog live. Want... Ja. Ik moet even een keer dat spel uitspelen. Ik moet nog een keer dat spel uitspelen. Dus... Ja man, nee, maar is goed. Ik zie je voor een stream, dames en heren. Yes, tot vanavond. Joe.